Ik heb het nog steeds een beetje warm, daar word je sloom van. Heb je dat niet? Word je wel een beetje sloom van, ja. Dat je dan, dat je, ja, ik weet het niet zo goed. Ik begin het nu wel echt wel te merken. Maar begin je het nu warm te krijgen? De hele week de hitte gehad? Maar ik merk gewoon dat zeg maar, je reserves worden steeds een beetje minder. Ja. Dus op dag 1 dacht je, nou gaat prima. En dag 2 dacht je, dag 3 dacht je, en dag 4 dacht je, Inmiddels dag 10. Inmiddels dag 10, ja. Ik vind het niet meer te doen. Ik ben twee keer gereïncarneerd voor mijn gevoel. Maar goed. En gecremeerd. Ja, dat ook. Ja, precies. Rick. Kees. Ja. Wij hebben een grabbelton in onze uitzending. Met allemaal leuke flutcadeautjes erin. En elke gast van ons die mag daar aan het einde van de uitzending altijd in grabbelen. Nu nog niet, helaas. Maar daar moet je ook iets voor doen. Daar moet je je best voor doen. En dat heb je tot nu toe al redelijk gedaan. Het vorige quizje had je 4 van de 5 goed. Dus dat gaat helemaal top. Net de nieuwsquiz, die was ook wel aardig. Ja, dat is ook wel aardig. We hebben nu 1 laatste quizje. Dus als je die ook goed volbrengt, dan mag jij straks gaan grabbelen. Kom maar op. Het heeft een beetje te maken met mensen zeggen dingen, waar we het net al over hebben gehad. Jij bent natuurlijk een bekendheid in Nijmegen. En ik vind, als je een bekendheid bent in Nijmegen, dan moet je andere bekendheden in Nijmegen ook wel een beetje kennen. Dus ik heb 5 fragmentjes van mensen die dingen zeggen. Oké. Okay. Aan jou de vraag. Wie zegt er wat? Ja. En dat zijn er dus bekende Nijmegenaren. Het zijn 5 bekende Nijmegenaren. Met dus inderdaad de vraag, wie hoor je? Ik hoop dat het... Ik ben heel benieuwd. Mag ik helpen of moet ik mijn mond houden? Nou ja, Daan, die show. Ik heb een beetje hulp nodig misschien wel. Als je het niet weet, dan mag Daan eventueel helpen. Ja. Oké. Okay. Kom maar op. Gaan we naar fragmentje 1? Komt-ie aan. Zeker. Wat is dat jij dacht? Die Steven storen, daar ga ik van abzeilen. Ja, het was gewoon natuurlijk een stoute meisjesdroom. En je weet, stoute meisjesdromen komen altijd uit. Dus ik denk, ik moet het gewoon een keer doen. En hoe was het? Ja, amazing. Op dat randje zet je echt gewoon 7 kleuren. Maar ja, ik denk, we draaien de box straks weer om. Doe niet zo dom, gewoon eraf. Happatee. Zeg het maar. Ja, ik denk, ik kom even niet op de naam. Maar ik denk dat die vrouw die altijd in het roze ook gaat. Ja. Maar daar kom ik heel veel niet op de naam. Ik weet maar niet wat je bedoelt. Maar zij is Nijmeegse Annie. Ja! Nou, Annie, tuurlijk. Ja. Gewoon een volledige punt hoor, dit. Ja. Netjes. Het is ook allemaal niet zo moeilijk, moet ik zeggen. Zeker de volgende niet. Gaan we naar het volgende fragmentje? Ja, graag. Ja. Ik ben heel benieuwd. Het zal mij... Het is een verrassing eigenlijk. Hè? Dus hoe zal het gaan? Ik kan me niet herinneren dat ik ooit in een museum heb gespeeld. Ik zou het niet weten, maar... het was een idee van onze uitgeverij, hè? Om dit hier ten doop te houden. Ja... Ik zou het heel eerlijk gezegd niet weten. Ja, maar dit als weet op het moment van is ergens gespeeld en we zouden dit niet zo snel doen. Dus spelen, denk ik snel muziek. En denk ik, dan moet dat Frank Boeien bijna wel zijn. Maar dat. Nou. Ja. Ja, ik had een leuke woordgrap op zijn hits bedacht, maar dat hoeft niet eens goed, man. Ja, boeien. Dat boeit niemand. Nee, hij kent je zijn stem niet meteen, nee? Nee, niet direct. Nee, niet direct. Jij kent hem alleen zingend natuurlijk. Dat is anders, hè? Dat is andere stem. Anders. Ja. Nou, ga jij even de wereld uit. Goed. We gaan naar nummertje 3. Dat is denk ik de moeilijkste van het rijtje voor jou. Het is wel een bekendheid in Nijmegen, maar wel een beetje in de niche-sfeer, zeg maar. En niet jouw niche dan? Weet ik niet. Oké. Okay. Wie hoor je in dit fragmentje? Nou, ik woon heel landelijk, dus ik heb meteen zelf de kip even wakker gemaakt vannacht. Ja. En toen ben ik in de make-up gegaan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, 's morgens vroeg, met mijn leeftijd, ik krijg de wallen niet helemaal weg. Vandaar dat ik een zonnebril draag. Want ik heb wallen, echt waar. Als ik in Amsterdam ben, heb ik echt een tippelvergunning nodig. Van Halsema, maar die geeft alleen vergunning als je demonstreert. Ik heb geen idee. Ja, nee, dit is heel lastig. Want als je het niet weet, dan is het echt heel lastig. Want de stem vertroebelt ook een beetje. Want zeg maar, wat je ziet is niet per se wat je hoort. Huh? Ja. Ik zie sowieso niet zoveel, maar nee, ik heb geen idee. Oh, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Okay, ja. Dit is een beetje... Ik weet niet of jij in die scene een beetje zit. Het is de drag scene. Zitten we een beetje in? Nee, ik zou niet weten wie. Oh, ja, mag jij het antwoord geven? Ja, dit is Maggie, dat kan niet anders. Ja, nou. Miss Maggie. Dat is Miss Maggie. Het boegbeeld van House of Somtom, de dragshow in Café de Regenboog. Ik weet wie zij is. Dat dan weer wel. Maar ik had het niet zo herkend. Okay. Ik zou een keer langs gaan, Kees. Dat is echt leuk. Ja, dat is ook echt leuk. Nee, wij zijn ook wel eens geweest, hè, Rick. Ja, jij komt natuurlijk misschien vaker, maar wij zijn er samen ook wel eens geweest. Sinds corona zit het eigenlijk alleen maar vol. Ja. Dus ook als ik daar wil komen om gewoon even gezellig te doen, dan... Dan kom ik niet. Het zit helemaal vol. Ja, dus iedereen weet al hoe gezellig het daar is. Ja, dat is al best. Fragmentje 4.
dat is deze. Gaat u zelf nog op vakantie? Ik ga wel een paar weken vrij nemen, maar we gaan niet weg. Nee, we hebben eigenlijk een vrij vroegtijdig gezegd. Ook, ja, als je ook ziet hoe het gaat, het reizen en de beperkingen. Ja. We hebben eigenlijk geconcludeerd gewoon rustig thuis blijven. Dat is genoeg te blijven in stad en ommeland. Zo gaan we het dan ook doen. Dit is mijn collega. En ja. Hij probeert het overdag een beetje allemaal goed te doen. Ja, als jij er even niet bent, dan... Ja, Hubert Bruls. Ja. De dagvariant van Kees. Ja. De dagvariant van Kees. Spreek je die wel eens eigenlijk? Mag ik dat even tussendoor? Ja, spreek je die wel eens? Niet op afspraak, maar we komen wel eens op dezelfde dingen. En dan spreek je elkaar kort. Oh ja, als hij een functie is of als jij een functie bent. En dan is het een knikje van goedkeuring. Ja, ja, duidelijk. Oké. Okay. Ja, tot slot ook geen moeilijke het laatste fragmentje. Wie hoor je hier? Nou, ik dacht, ik moet toch iets voor die daklozen doen, voor die donkere dagen. En die hebben het toch wel heel vaak heel erg moeilijk. En dan denk ik, wat is nou een mooi gebaar? En dan beschermengeltjes. Dus dat kwam dan zo binnen. Ik denk, beschermengels geluksmuntjes. Daar zijn die mensen eigenlijk altijd mee bezig om bescherming voor zichzelf te vinden, want dat vinden ze eigenlijk niet. En geluk, muntjes geld hebben ze altijd nodig, hè? Dus daar zijn ze altijd mee bezig. Dus toen kwam ik tot deze twee ideeën. En toen vond ik op Marktplaats deze bescherming, Jaspis, die ook de doel hebben om hun zelf te beschermen. Dus dat vond ik heel mooi om die te kopen en hun te geven. Nou, moet ik zeggen, dit was wel de stem die ik direct herkende. Alleen nu kom ik kan er geen naam bij. Echt niet? Ja, dat snap ik. Nee, heb je er een soort, hoe moet je dat zeggen? Een moederlijk gevoelens bij? Dus is je jouw beroepsmoeder. Ja, en jouw burgermoeder ook. Is het... Wow, is het... Huh? Ja, dit kan er maar één zijn. Hebben we Doro gehoord? Ja. Yeah. Ja, we hebben Doro gehoord. Dat herken ik. Ik herken de stem duizenden, maar niet dat het Doro was. Eigenlijk. Dit was Doro Krol. Ah. Dat kan niet anders. Ja. Nee, ik dacht, want we krijgen de vijf. En ik had ergens stiekem wel een beetje gehoord op Jo Jansen. Over cult helder gesproken. Die krijg je als je de volgende keer komt. Nee, daar gaan we het niet over hebben, over Jo-Jan. Goed, ik vind het best redelijk heb gedaan. Eigenlijk. Ja, vind ik ook. Zo makkelijk is het ook weer niet.